dat er niet altijd vers water voorhandig was, dat er een varken in te kleine kooi werd opgesloten, dat er onvoldoende beschuttingsmogelijkheden waren, dat die dierenarts niet tijdig geraadpleegd had waar het nodig was en dat destructiemateriaal niet tijdig gemeld was. Ik acht al die feiten wettig en overtuigend bewezen. Volgens het Openbaar Ministerie zorgt Dekker niet goed voor zijn schapen, varkens en koeien, die in het hele Westland op open plekken grazen. De Naaldwijker denkt daar anders over. Ik kijk wat nodig is voor de dieren en daar speel ik op in. En wat niet nodig is, daar... Maar goed, dat botst wel eens met de wetgeving. Omwonenden klagen en vinden het zielig hoe de dieren erbij staan, bijvoorbeeld in Schravenzanden. Twee speciekuipen aanwezig, maar die kuipen waren leeg. En in een van die kuipen alleen maar modder op de bodem. Ze hadden dus niet permanente beschikking over vers drinkwater. En konden ook niet op andere wijze aan water komen. Deze manier van houderij doe ik al sinds 2003, noem ik maar even. En eigenlijk gaat dat altijd goed. Zoals ik naar mijn dieren kijk, zie ik of ze het goed of niet goed hebben. Dat is gewoon een ervaring die ik met mijn beesten heb. De rechter vindt dat Dekker de regels heeft overtreden, maar legt zijn stichting alleen een voorwaardelijke geldboete op. Gelet op het feit dat het de eerste keer is dat u bij de strafrechter bent, zouden er de komende jaren voortdurend dit soort overtredingen blijven bestaan, dan zou ik er volgend jaar of over 2 jaar anders over kunnen denken. Maar voor dit moment zie ik daar geen aanleiding voor. Qua straffen zijn we inderdaad tevreden dat er aan hem persoonlijk geen straf is opgelegd. En voor de stichting een geheel voorwaardelijke, waar dus wel uit blijkt dat er oog is voor die bijzondere omstandigheden waar het hier om gaat. Het is natuurlijk wel zo dat bijna alle feiten bewezen verklaard zijn en dat we ons daar niet helemaal in kunnen vinden. Dus dat we daar nog over nadenken of dat reden is om hier nog een gevolg aan te geven of niet.